Honderden mensen vergaten zich op het Leeuwarden Waagplein aan de superbus van Wubbo Ockels. De Provinciale Statenfractie van ChristenUnie wil deze bus eventueel laten rijden tussen Heerenveen en Groningen als de spoorverbinding tussen deze beide plaatsen niet doorgaat. Bij de bus gaf de oud-astronaut aan iedereen uitleg over dit bijzondere voertuig. Dit is vet, ik wil niks auto. Even van het dashboard maar eens even een foto maar uitzien. Het is 15 meter lang en kan 23 passagiers vervoeren. De kruissnelheid moet op speciale trajecten in de toekomst 250 km per uur zijn. De superbus kwam dus op uitnodiging van de ChristenUnie naar Leeuwarden. Genodigden en statenleden mochten in de bus een rondrit maken. Niet op volle snelheid en nu nog onder politiebegeleiding. Hij gaat